CS:GO is gewoon niet eerlijk. Nee. Ik ga zo even 3-1 komen, want iemand anders in mijn lobby gaat cheaten. Ja, thanks. Jongens, tot kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben hier samen met... Mitchell. Vandaag gaan wij Critical opspelen met hem. Dit is zijn 5e potje, dus ja. Ik suk echt zwaar in het spel. Ik heb nog nooit reviews gespeeld. Ik weet nog CS:GO, maar dit is op een fucking telefoon met touchscreen, dus... Kijk hoe jij... Ik moet touchscreen spelen, ik speel een PC-gamer, dus ik weet niet wat... Hé, maar nu ben ik de persoon die je carryt. Oké, maar... Ik klink misschien een beetje dom, maar hoe kan ik... Oh nee, wacht, ik ben... Oh, ik snap het niet meer, man. Ja, ga gewoon wat doen. We zijn CT, toch? Ja, we zijn counterterrorists. Oké. Ik ga maar... Ik ga gewoon bij A staan campen. En kijken wat er gebeurt. Oké. Eigenlijk zijn ze nog niet eens gespand, dus we moeten nog even wachten. Maar jongens, ik zie jullie dus zo terug als de... Ja, de game is begonnen, I guess. Hey, kill hem! Spawn kill! Wat een sniperpistool is dit? Ik heb hem echt gewoon 28.000 keer geraakt. Je moet ook crouchen, hè, met schieten. Ik heb al eentje. Oh. Ik speel met 2 vingers, volgens mij doe ik het echt volledig verkeerd. Ja, je speelt met 2 vingers, je moet mensen met 3 vingers als je überhaupt goed wil spelen. Ja, maar 3 vingers heb ik het geprobeerd, ja, dat voelt heel fucked up ofzo. Dit is een sniper map, dus ik ga ze allemaal rekken. Easy. Oh, mijn knife! Nee, dat was deels niet de bedoeling. Kut knife. Oké, maar nu gewoon focus, hè, gewoon gameplay, je weet toch? Focus, gewoon tryharden op een fucking kerstboer. Ja, je kunt hier wat meer kopen. Deze is zeg maar basic, zeg maar. Dit is voor om te oefenen. Maar je kunt ook custom games aan maken. Dat je bijvoorbeeld geen protection hebt en het legit speelt. Ik koop wel gewoon een SMG. Nee, ik had hier een revolver moeten kopen. Revolver, wil je one-taps gaan maken? Het is een critical ding, hè? Die revolver vind ik nice, man. Oh, ze zijn A, denk ik. Het wordt easy, kijk, leuk mis. Het is zeker net zoals in CS:GO dat je dood gaat, je respawnt gelijk niet meer of wel? Nee. Je kunt wel meekijken, toch? Ik hoor geen schoten meer, want mijn geluid op aanstaan voor jouw opname. Je kunt het wel gewoon aanzetten. What the fuck dan, jongen, hè? Hoppa. Wow, Mitchell heeft een kill, jongens! Mitchell heeft een fucking kill! Nee, ik ben niet zo noob, maar ik ben wel fucking silver niveau, dat wel. Is silver niveau iets in fucking critical ops, of is dat brons? Silver is zeg maar unranked, brons, silver, gold, platinum, diamond, master en dan spec ops. Golem, maar sommige hebben meer. Zeg maar, spec ops is dan global elite en ik weet niet wat er onder global elite zit, maar dat is dan master. Oh, get down, ik heb hem. Jongens, dit is hem. Kom mij helemaal dood. Oh, hier is nog een. Kom er, jongen, nigga. Hier, down. Oh, deze mensen zijn ook echt heel slecht. Deze mensen zijn waarschijnlijk is het veel makkelijker dan ranked, of niet? Dit is veel makkelijker. Deze mensen zijn kouders. Niet moeilijk gewoon. En we gaan zo custom games spelen. Ik ga je laten zien wat goed is. Ik ga je helemaal kapot maken, vriend. Ja, sure. Ik ga gewoon 1v1 doen zo. Ja, man, 1v1. Ik ga gewoon letterlijk lopen. Je kan me niet raken. Ja, dat lijkt wacht, jongens, we gaan zo 1v1. We gaan zo Mitchell gaan we zo pesten. Is goed. Gaan we zo een custom game aanmaken. Wat ik dat nog niet wil. Dan moet je het doen, want anders ga ik de opname verwijderen. Dan heb je geen abonnees meer. Oh ja. Oké, deal. Oh, nee, fuck. Ik werd er 2 mensen tegelijk aangevallen, dat is ook niet zo aardig, hè. Dit is zo easy. Oh, kut. Waarom heet het allemaal mensen ops 10364? Omdat ze geen fucking naam hebben aangemaakt. Ze hebben geen naam aangemaakt. Ze zijn zulke grote noobs dat ze geen naam hebben aangemaakt. Dat kun je alleen... Een naam, want hoe kan je dat veranderen? Door Gamecenter te koppelen, maar als je het weer wil veranderen moet je credits betalen. Ja, no shit, ik heb het toch zelf ook mijn naam veranderd. Daarom, maar hun doen dat niet, want ze zijn allemaal noobs. Je voice zet in het spel. Je bent helemaal blij dat je kill houdt, maar dit zijn fucking mensen, die weten niet eens hoe ze moeten bewegen, volgens mij. Maar het is net alsof ik in fucking... Voor mij is dit spel net alsof ik in Global Elite fucking iedereen carry. Zo voelt het voor mij nu, dus fuck off. Oké. Nou, ja. Je hebt ook gewoon 3 kills. Je bent al dood, oké, GG. Ja, ik kwam met 2 mensen met P90's omhoog rennen. Oké, kom, we gaan de bom planten. Kom, dit wordt wel leuk. We gaan de bom planten, kop een revolver als bij skeer en dan gewoon verrijken. Mag ik iets goeds kopen? Ik heb echt geen geld. Een skeer. Ik wil wel een fucking revolver ofzo. Oh, de guy met de bom is fucking trash. Oh, iedereen is trash, oké. Iedereen in deze game is trash, behalve ik. Het is zo, Mitchell. Niet huilen. Hoe neem je dit überhaupt op? Als ik het wil opnemen, dan moet ik met mijn telefoon zo'n heel raar programma opnemen ofzo. Dan heb je zwarte balken. Dan heb je facecam te zinken en zo. Geen idee, man, maar dat boeit niet. Oh, staat daar iemand? Dat boeit inderdaad helemaal niks, maar ik wil dus ik wel een keer hier, want ik zie daar een bolletje. Jongens, het niveau van de gemiddelde spelers. Het niveau van de gemiddelde spelers zijn zo triest, hè. Je weet niet wat de fuck ik allemaal aan het doen ben, maar echt. Oh, dit is zo sad. Ik voel me eigenlijk best wel slecht. We zitten nu helemaal in een iPad alle kanten op te gooien. Ik sla mijn telefoon door. Ja, dat is op zich wel zo hard. Bom. Oh, jij hebt de bom! Mitchell heeft de bom! Godverdomme, ik wou hem nog planten. Ouwe, kom even custom game. Dit is zeg maar een quick match, hè? Hoe dit zo weinig ping? Nou, het is niet weinig, maar ik zit op fucking zolder. Dan heb ik meestal 3000 ping of zo. Nou joh, komt goed. En die Master Guardian ook niet mensen gewoon. Dat is wel leuk, aangezien de rank zoveel niet master is. CS:GO is gewoon niet eerlijk. Nee. Als je zo even 3 ranken, want iemand anders in mijn lobby gaat cheaten, ja, thanks baby. Wat een aardige meneer. Ik had misschien gold ook wel master kunnen zijn, maar nee, ze moet het wel verpesten. Ja, misschien moet je 1 keer achter je kijken. Je staat achter me of niet? Dan. Nee. Ik heb mijn geluid uitstaan, hè? Boy, doe je geluid dan alsjeblieft aan. Dit is zo sad. Ik heb veel plezier met mijn microfoon er goed in krijgen, want ik krijg echt een... Ah, pestkop. Dat gaat de audio, man. Dat is een GG voor... Je hebt voor de iPad, dat is makkelijker. Kijk, jij speelt op de iPad, dat is makkelijker hoor. Ja, oké. Oké, dan ga ik heel slecht spelen met 2 vingers. Nee, ik speel ook met... Ik kan het niet, jongen, hè. Ik haat telefoongames. Dit is waarom ik geen telefoongames speel. Yes, hij heeft me eindelijk gekilld! Dit is een express, fuck je. Ja, weet ik, dat is wel waar. Oké, nu ga ik met sniper, no scope only. En ik zal het bewijzen op camera dat ik het zeg maar gewoon echt doe. Stiefes. Rennen! Oh, je wil die distance niet weten, jongen. Die distance van de no-scope, die wil je niet weten. Even kijken waar meneer Mitchell is. Oh, daar is hij. Ja, kut. Oh, kut zo. Ja, wat is dit nou weer? Ik kan niet eens no-scopen. Tegen de microfoon aan. Boy, waar... Oh, hi. Gewoon de opstelling gewoon extreem kut. Nee, ik heb ook basic settings, maar je kunt ook met 4 vingers spelen. Mensen hebben daar settings voor bedacht. Oh shit, kom op. Gekke no-scope. Oh! Ja, tering. Easy. Nu zit een autistisch spraypatroon dat er maar 1 manier, dat het een spraypatroon is voor een fucking sniper. Nee. Oh! Oh, ik no-scope je echt helemaal de moeder. Ik no-scope je echt helemaal de moeder, Mitchell. Ik had er net gewoon zin om op te nemen, ik heb er nu gewoon geen zin meer. Ah, mijn fucking ammo is leeg, tief op. Ja, leugens. Jij hebt me ja, jongen, ik neem het nu op. Ik kan het gewoon bewijzen. Oh, geen one-tap. Geen one-tap, helaas. Geen one-tap. Oké. Ik zet het geluid wat harder, kun je harder ragen. Ik ga het grappig doen voor de video, maar het was niet echt een goed. Het was grappiger in mijn hoofd, oké. Tuurlijk, maar dat boeit niet. Oh, ik ga je kuit wantappen, toch? Ah. Dankjewel. Het probleem is, ik mag alleen maar op je hoofd richten. En dat is een beetje lastig, zeg maar. Dat je denkt, jij kan dat helemaal niet volgens mij. Je moet hem echt... Zo, een AUG. Ik slaap net met een boven. Het wapen is zo fucking knap, jongen. Dus go blij, die kon ze gewoon bij elkaar. Bij deze gaat hij gewoon uit elkaar. Heb je niet als in CSGO zo'n custom console map of zo? Dat ding vind ik, deze console vind ik zo kloot, echt. Als je map gewoon een beetje leert kennen, is het leuk. Oh, kut. Nee, oh mijn god, ik had de vinger van het loopstukje, van het dingetje. Jij bent ook zo'n mogol, die gaat gewoon campen. Wat een pussy ben jij ook. Die console gaat nog 1 keer uit elkaar tijdens het lopen, ik zweer. Dat is zo fucking irritant. Dat uitzetten, je moet je dynamic crosshair uitzetten. Zo! Oh, zo, helemaal de tering geschoten, zag ik. Even kijken. Ja, dat is het. Dus. Oh my fucking. Deze concert. Dit is al veel zure concert, ja, dat is sowieso. Fuck. Oké, jongens, we gaan nu een hele grote challenge. Ik heb gewonnen. Oh, ik heb. Nee, fuck. Je hebt kaart verloren. Oké, we gaan nu allebei met AK. Ik ga je helemaal tryharden. Nu. Dat is niet. Nee, er staat geen optie met een winkelkarretje, dus. Dit wordt zo makkelijk, jongens. Kijk hoe hard ik hem ga rekken, let op. Nee! Ik wil achter je gaan staan! Ik wil achter je gaan staan. Waar de fuck ben jij? Oh, daar ben jij. Ja, ik hoor je geluid, zeg maar, bij jou. Kut, jongen. Daar ben je. Kijk hier, je kan er gewoon niet normaal richten met deze teringvinger. Systeem dat niet mogelijk is, maar alsnog. Oh Mitchell, je bent zo geil hè. Oh Mitchell. Mijn vinger moet stoppen met Mitchell. Zijn. Oh Mitchell. Nee, niet lopen. Mitchell, oh. Mitchell. Oh Mitchell, oh Mitchell, oh. Hoe is het? Je loopt achter me. Ik wist het, jongen. Ik wist het. Ja, goed, ik denk achter me, je was er niet zelf aan. Ja, spawn protection, fucking lol. Dat weet ik. Ja, maar is zo'n stroef, ouwe. Wat is dit? Dat is wat je kutschuim hebt. Ik wil nog alleen mijn vinger, het lukt niet. Ah, jammer. Ik ga maar rechts met mijn vinger. Fucking kutscherm. Oké, misschien moet ik het zo gaan proberen, want ik wil het hem altijd proberen. Zo mooi, jongens. Ik ben echt de hele tijd aan het pesten. Wil je me raken? Wil je me raken? Oelalala, oelala. Cha-cha, waka, lakala. Wat heb je Super 90 gekocht dan, hè, pussy? Ik had er geen zin meer in. Je hebt er geen zin meer in? Nee. Je bent echt heel slecht. Speel anders gewoon met twee vingers. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, ouwe, maar... En dan moet je gewoon één vinger gebruiken om te lopen en te schieten. Dat is een kut. Oh, you're so bad. You are bad. You are bad. You are bad. Hallo Mitchell. De enige manier dat ik beweeg is door mijn aim assist. Ja. Nee. Ja, bitch, had je niet verwacht, hè? Tuurlijk. Nee, nou, ik had eigenlijk wel verwacht dat je zo aan het wachten was. En dan op het juiste moment op dat knopje. Ja, dat wist ik. Ja, dat is best wel obvious. Dat was best wel obvious, maar... Weet ik. Maar ik vind het gewoon leuk om je te pesten. Want nu ga ik gewoon weer kloten. Wacht, ik kloot eigenlijk de hele tijd al met je, maar... Oh, je bent aan het hide-and-seek aan het spelen. Oh, maffia dat je bent, maffia dat je bent. Ik haat zijn teringvinger zo erg. Wacht, oké. Ik ga gewoon weer met mijn duim spelen. Met mijn duim. Oké. Nee, mijn ammo! Nee! Ik heb die één knop zo groot gemaakt dat ik gewoon als iemand beweeg dat ik op die één knop druk. Eindelijk! Campen en dan ga ik hem in mijn rug pakken, wedden. Voilà! Ja, ik hoorde mezelf lopen op jouw scherm. Hier. Ah, nu pak je me tenminste wel. Dus je bent niet de allergrootste noob. Onthoud het jongens, Mitchell is geen allergrootste noob. Hij is wel een goede speler. Toch Mitchell? Ja, ik maak een headshot door de spawn protection tel bij je niet. Ja, maar dan moet je ook niet bij de spawn gaan staan, sukkel. Oh. GG. Oké. Kijk, als je doodgaat, klik je op die shop en dan klik je op een wapen dat je wil. En dan klik je op ready of je klikt... Dat snap ik, ja. Ik wist het, maar ik ga echt fucking, hoe kan ik dat scherm schoonmaken, weet je? Ik schuit stroef als fuck. Het is echt stroef as fuck. Met de muis had ik jou al, kijk. De eerlijk geweest. Boy! Jij wil gewoon winnen! Oh, je wil gelijk spelen, doei. Er is nauwelijks recoil. Boy, ja, van een lange afstand wel. Maar jongens, dit was de video. We hebben Mitchell. Deze video heet dus Trollen een Noob. Maar jongens, dit was de video. Doe het gewoon op blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Later mensen.